Maar de meeste slachtoffers vallen in de jaren die volgen. Ze zijn het gevolg van de pogingen van de VN-veiligheidsraad om Saddam te dwingen om zijn massavernietigingswapens op te geven. Een bevolking die 70% van zijn consumptie uit import haalt, wordt nu geconfronteerd met 12 jaar van economische sancties. De reden dat hij op het ogenblik geen kernwapen bezit, is eigenlijk alleen de financiële reden. Om een kernwapen, anders dan een chemisch of een biologisch wapen te maken, is erg veel geld nodig. Dat heeft hij niet. Dat heeft hij niet dankzij het feit dat wij die sancties hebben gehandhaafd. Dankzij ons werk, zeg maar. En dat is natuurlijk een goede zaak geweest. He didn't want to understand the consequences of the embargo. He was one of those, and there are many, who would say, well, you know, we've done our best. It's all the fault of Baghdad. Well, that's nonsense. And it shows a lack of imagination, or it shows a willingness to not know. And by not knowing, not taking responsibility. A very disappointing, and I think unacceptable position for a senior official of the Dutch government, an ambassador to the United Nations. Al vanaf het begin van de sancties stromen rapporten binnen van betrouwbare VN-organisaties als de WHO, de FAO en UNICEF. Ze spreken van schrijnende armoede en hongersnood, doordat voedselprijzen vertwintigvoudigen. Van de eens zo beroemde Iraakse gezondheidszorg blijft niets over. Zelfs de meest voorzichtige schattingen gaan uit van 500.000 Iraakse kinderen die overleden als direct gevolg van de sancties. Irak stelde zich duidelijk op het standpunt dat alles wat die sancties zou kunnen humaniseren, menselijker zou kunnen maken, dat ze daar niet van gediend waren, want zij wilden de wereld kunnen aantonen dat de enige manier om de humanitaire situatie in Irak te verbeteren was de opheffing van de sancties. De Veiligheidsraad zit in een lastig parket, maar er is geen animo om de sancties zonder meer te stoppen. Het enige land dat met zoveel woorden heeft gezegd is Maleisië. Daarom wordt in 1997 een humanitair programma gestart waarbij Irak beperkt olie mag exporteren in ruil voor voedsel en medicijnen. I simply went there thinking I could make a difference. But of course I realized very quickly that this was designed to, at best, make no significant improvement or at worst fail. The program was designed to stop further deterioration of the plight of the Iraqi people. Well, as I said, they were already at a famine conditions situation. So if the UN decided to sustain that, then they were sustaining famine conditions. That's exactly what the United Nations has done, effectively, for many, many years. In this race for life, I took the baton and I tried to run with it, trying to manage an oil for food program as best as I could. All that was made available was $113 per person per year. That's all. That wasn't enough to live. It wasn't enough to die. The young ones, the frail ones, the old ones, the sick ones, of course, their chances for survival were extremely reduced by this very meager allocation. So from the very beginning, there's a huge shortfall. And you're talking about a population decimated by already, what, 6, 7, 8 years of the embargo, combined with the United States bombing of water systems, thereby most children then and today are dying of waterborne disease due to the decision of the Pentagon to destroy water systems and electric power in order to deliberately kill the children of Iraq in the hope that the people would rise up and overthrow the Baghdad government. I mean, that was the plan, as you know, from Washington. So that impact and the embargo together have led to the catastrophe that we've had in Iraq and still have in Iraq, in my view. Ik had veel meer het gevoel dat de Amerikanen uiteraard de zaak volledig in de hand hielden, dat wel, maar dat de Amerikanen een beetje uitgekeken waren op het hele sanctieregime en het niet zo goed meer zagen zitten. En als je dat bekijkt, dan zie je toch al de aanloop tot de huidige situatie. Het is niet zo dat ineens bij Bush uit de lucht is komen van. Dus in feite, toen u begon, nam u al een failliete boedel over? In zekere zin. De term regime change is, voor zover ik weet, in november 1998 voor het eerst in een persbriefing van het State Department opgedoken. Clinton en